Het waren flinke knallen, ja, absoluut. Ja, dus. triest. Nou, mijn man die heeft de, de, zeg maar, de klappen gehoord. Hij heeft zijn schoenen aangetrokken is meteen naar buiten gegaan. Omdat hij dacht: misschien is er iemand. dat er brand was in een huis, dachten we eerst. En misschien heeft er iemand hulp nodig en het stond het hier al in licht te laaien. Was echt, en de brandweer was er eigenlijk ook meteen. Was eigenlijk, uh, dat ging allemaal heel snel. Ja, het hele huis uh, stinkt en alles. Uh, ja, het is echt wel weer heel erg schrikken. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja, wat, wie zou denken: wie doet zoiets? Ja, dat vragen we ons ook af. Het is al de tweede keer dat die gebeurt. Vorig jaar kwamen we van een bruiloft terug. En toen was het hier ook al. Uh, een, een tijdje geleden in de Treupstraat dichtbij. En nog hierachter in de Verenestraat. Dus het is steeds dicht bij huis. En het is wel heel eng. Ja, ja. Ja. Voor hetzelfde geld hadden wij hier onze auto staan. Want ja, het is hier net om de hoek. Dus ja, het is uh, heel uh, eng. Ja, ik vind het heel uh, verschrikkelijk dat iemand zoiets doet. Ja, absoluut. Ja.